Op de snelweg A2 bij Bokstel botsten zondagavond 3 personenauto's op elkaar. Naar verluid zou een van de auto's hebben ingevoegd vanaf de vluchtstrook. En daarbij is vermoedelijk achteropkomend verkeer over het hoofd gezien, waarna een botsing niet meer was te vermijden. Ook een derde betrokkenen kon niet meer uitwijken en botste op zijn voorganger. Een van de inzittenden is door de brandweer uit zijn auto bevrijd en in totaal zijn 3 inzittenden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun verwondingen is verder niets bekend. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de beschadigde voertuigen af te voeren.